vanaf de eerste klap met een reactie daarop tot en met de laatste klap, totdat iemand uitgeschakeld wordt. Dat is gewoon echt een elke klap, stap, beweging is gerepeteerd en van tevoren doorbesproken. Dus ja, dat is een, je kunt het bijna vergelijken met een dans, een choreografie, hè, want het is, komt heel precies aan op kijken naar elkaar, klap geven, daar reactie zo. Dus dat is een heel precies dingetje. Kom jij, en nou kom jij met je stoel. Zo, die ligt. Actie. Ja, een beetje die precisie is slecht voor dat shot, hè? Van dat van die kool. Het is een heftig. Ja. Nee. Nou, het is voor, kijk, jij staat nu. Gaat ja, dat is de actie daar nu. Ja, nu is de actie daar natuurlijk. En daar is de actie zo. Ja, en, precies. Ja, dus dat betekent dat die actie een tegenshot op mannen. Hij ligt dan ligt Adrie straks hier. Een tegenshot op de mannen weer op die raam. Dus de vraag is of het inderdaad niet net even zo draaien. Zoals je zojuist eigenlijk voorstelde. Hier langs daar naartoe komt, zodat dus de eerste man met de pijp hier staat en de tweede man met de stoel daar staat. Dat is de eerste klap met de pijp, is zo. Maar vanaf deze kant? Ja. Of vanaf die kant? Van hier waar ik sta. Ja. Zo. Dus, ja, dat is ongeveer. Dat dus komt die vanaf hier. Bam. Ja, bam. Ja. Dan komt de man de stoel vanaf die kant. De man de stoel van die kant. Dan komt het zaakje, dan komen ze dus uiteindelijk, komen ze een man hier, komen ze zo uit. Dat betekent dat ze zo staan. Straks in een tegenshot, zodat we dat als tegenshot hebben en niet... Daar is dat. Nee, dat is goed. Ja, nee, dat is goed. Ja. Het staat op beeld, hè, die vergissing. Jawel, nee, maar we zijn aan het cheaten. Het is heel lastig. Even uitleggen de camera. We doen alsof dat daar is. Dat doen we. Dat is heel lastig uit te leggen. Je bloost. Ja, ik bloost het van hem. Oké. Arts. Hou eens even precies zo. Ja. Meteen de scherp. Die wil ik zien. Meteen. Het gaat eigenlijk niet eens zozeer om de klap zelf. Ja. Het kan allemaal heel beheerst en gecontroleerd. Maar de positie is belangrijk. 3, 2, 1, shoot. Dit wordt wel een enorme map, hoor, dit. Ja. Ja. Dit is echt wel... Wat wil ik doen? Dan ben je echt wel al eigenlijk... Ben je dood. Ja. Heel fijn. Nou, dat is precies wat we nodig hebben. He? Dames en heren, er wordt hier buiten geschoten even als test. Dus denk aan u hoor. Doe maar met heel de handen. Let op de knal. Oké, met de ink. Is gewoon chirurgen werk. Zo zie jij dat. Zoals een chirurg dat doet, zorgvuldig. En trefzeker. Nee, niet gereden. Dus niet doen, strak in positie, bam. Ja, probeer echt dit. En dat, hoe gaat het? Maak even zien. Ja, zo, dan zou ik dit moeten doen. Deze, en dan laat je. Ja, niet dus dit. Laag houden. Ja, laag houden. Ja, en één keer naar de positie. Dat is wel heel gelukkig. De volgorde is wel eerst de demper, ja, dan doorladen. Ja, alles zelf. Ja. Als ik hem zo heb doorgeladen, ja, dan laat ik hem ook meteen. Precies, en dan meteen gewoon direct naar die plek. Tok, tok. Ja, exact. Okay. En actie. En cut. Perfect. Cool. Ja. Perfect. Daar kan je niks van doen. Oké, slok je bloed. En het geluid gaat verkopen. Actie.
Nou, mooi. Goed gedaan. Hè? Oké, check even. Ziet er goed uit? Ja, het ziet er goed uit. Het is vrij dik. Ja. Replay even. Ja. We gaan daar weer. Michiel? Ja. Alright. Ja, we moeten lang. Maar dan is het eigenlijk. Dan komt het enorm verschil tussen een afgezwakte 9 mm ja. Of een of een gewone 7. Ja. Maar we hebben ze hier regen. Nou, we laten zien wel. En dan hebben we van de dingen schieten. Hou ik mijn vinger van dicht. Hij is wel belangrijk. Ja, wacht ie. Ja. Oké, 3, 2, 1. Dat is dus. Dat is ook zo laag niet meer. 3, 2, 1. Zo, dat is de pokken. Kijk voor de ramen. Dan komt hij nog een keer, dames en heren. Kijk, zo rijk. Oh, wacht even, op de vingertjes in de oren. Ja, en 3, 2, 1. Wow. Wow. Dat was hem. Wijven. Ja, dan is het niet zo moeilijk kiezen natuurlijk. Voor... Nee. Maar dat is helemaal niet het probleem ook, volgens mij. Het probleem is dat je gewoon... Je bent zo vernederd, je bent zo klein gemaakt, zal ik maar zeggen. Het is het zo aangetast in je... Kijk, hij weet natuurlijk, hij zou het liefst zouden... Ja, godverdomme. Ja, maar dan maak je zichzelf helemaal klein. Hij moet praten nog. Ik denk dat het hoger ligt toch al. En, ja, veel meer... De fysieke dingen, godverdomme. En jezelf opwerken, zover dat je krijgt. Ik heb het ooit bij die Duitse soldaten die iemand moeten liquideren, die zitten er ook vaak vreselijk mee. En die gaan alleen maar, gooien ze iemand van die truck af, gaan ze schoppen, om zich even later zo vet te kunnen krijgen dat ze iemand dood kunnen schieten. Dus je zoekt een soort aanloop van wreedheden, waardoor je jezelf oplaat en geef je een knal dwars door zijn kop heen. In het zin niet meer. Maar ze schijnen dus allemaal vanuit nul te schieten, dat schijnen ze allemaal moeilijk te vinden. Dus ze zoeken een weg om zichzelf zo ver te brengen. En dat speelt hier misschien ook voor jou. Ja, want je ziet natuurlijk ook hier, want die man die heb je daar nu. Ja. Hij moet dood. Maar hoe kom je zover om dat te doen? Nou ja, in dit geval vind ik het niet zo. Niet zo'n lange weg, lijkt me. Maar het is de eerste keer, Het is de eerste keer, ja. Je moet iemand dood gaan maken. Klaas laat het toch doen? Hij laat het. Ja, maar dat maakt helemaal niks uit. Dat maakt niks uit, want hij moet hier de orde geven. Pim, maak die man dood. Ja, goed, maar dus zal hij zelf toch niet zo heel gezien worden? Ja, maar nee, maar kijk, zo'n preek houden is wel een oordeel vellen. Ja. Ik ben de rechter in deze wereld. Ik ken de regels hier. En jij hebt je niet aan de regels gehouden. Ja, en jij gaat sterven nu. Het is ook de eerste keer dat het uit zijn handen glipt. Ja. En niet zomaar. Maar zo nee, met die Jan. Met Jan erbij. Ja. Wat doen we dan? Nou ja, kijk eens of je hetzelfde kunt zonder te schreeuwen. Het mag wel heftig. Het is heftig, weet je wel. Ik bedoel... Ik heb het gevoel dat ik daar bijna... Je moet daar niet gaan janken, zal ik maar zeggen. Ja. Maar dat slaat nergens op. Dat is heftig, maar dat vind ik geen goede emotie of zo. Dat vind ik geen goede keuze. Ja. Final check on Christian, please. 5 minutes, dus je hebt niet gedaan. Oké, heb je in? Ja. Oh, ik put something on in? Ja, de hele tijd. Krak. Ja. Ja. Maak even een kniepje dan. Tangetje. Ja. Oké, folks, he's already for 5 minutes on his knees. Shoot it. Oké, we're gonna shoot it. Du hast keine Ehre, Luca. Keine Achtung für dich selbst. Polizei oder Richter gibt es nicht in unserer Welt. Hier zeigt sich, wer du wirklich bist. Ein Mann mit Ehre. Oder eine Bestie. Der schwarze Dauphin.
lek me den Arsch. Jan. Jan, 10% versprochen. Bist nicht bekommen. If you pick off the ring now in Jin Jong. Oké. Ja, zie. Ik zou zo gaan staan. Ja, is klaar. Hold the gun, aanstaan, now. Actie. Kill Bill. Nee, hij sproeit ook. Hij sproeit. Okay, nou, Kill Bill spuit het bloedje van alle kanten. Ah, jongens, blijf gaan. Jongens, je niks meer. Nou, beginnen met deze druk. Klaar? Kan die? Komt die? Zie je hoe ver die gaat? Nou, ver ging die nog. Nou, geef me dan de lantaarnpaal. Ja. Oh ja, ja. Ik moet even dichterbij. Maar ik denk dat we meer druk juist moeten geven, want ik denk dat als je het aan de zijkant van zijn hoofd ziet, dat je er weinig van ziet. Ja? En dat je er was van. Ja, en je gaat natuurlijk doorpompen zodat het door blijft bloeden natuurlijk. En daar heb je die druk voor nodig. Precies. Ja, okay. En dan krijg je dus die plas die heel snel ontstaat. Ja. Dus de plas gaat nu ontplaatsen. Spet het rond en dan vrij snel ontstaat er een plas. Ja, ja, nou, dat lijkt me prima. Ja. Ja. Dan gaan we dat bevestigen. He is on his way and Peter Paul is traveling. Gerard, wil je ja. Zeg het. Als ik een schot krijg, dat echt dwars door me heen gaat, dan ben ik er gewoon buiten wisten. Nee, zo werkt het niet. Echt niet? Nee, zo werkt het niet. Harry, als je een schot krijgt wat je dwars door je heen gaat, ben je naar buiten wisten? Dat hoeft niet. Nee. Het is bekend dat mensen 9 kogels in de lijf hadden, gewoon doorriepen. Ja. Doorliepen? Doorriepen, ja. Dat is wel een waar met de wat oudere Caribes, maar het is wel bekend. In Nederland hoor, dus niet in ver weg landen. Maar je hoort, in oorlogen hoor je ook vaak dat soldaten er hele stukken ervan afgeschoten zijn en ze lopen gewoon door. Ja, gewoon door je adrenaline. Gewoon door je adrenaline dat opgezet. Ze voelen het gewoon eerst niet. Okay. Even snel kijken of dit goed kader is en alles. Oké, okay, final checks hier. Niemand klaar op het moment. Harry klaar? Ja. Bam! Hoofd stop. Ja. Dat is niet goed. En bam! En stop. Je bent vrij, hè? Je bent vrij.